zo zeggen. Bertus, er komt een nieuw element bij. Dat is, zoals je weet, hebben wij, Paul en ik, allebei een oortje in. Daar hebben we contact met onze redactie. En onze redactie zegt, Bram Moscovici belt en wil reageren. Dus als je daar geen bezwaar tegen hebt, dan luisteren we even naar Bram Moscovici, die, waarvan wij niet weten waarop u wilt reageren precies. Maar we nemen aan op het gesprek dat hier aan tafel gevoerd wordt, meneer Moscovici. Goedenavond, meneer Paul. Goedenavond. Ik zie uw programma en hoor meneer Hendrik zeggen dat meneer Schalken niet zou hebben toegegeven gisteren of eergisteren dat hij een deel van de beschikking bij zich had. Nou heb ik meneer Hendrik vandaag al een leugenaar genoemd, dus dat zal ik niet herhalen. Maar in ieder geval kan een ieder die het heeft gevolgd weten en ook terugkijken dat meneer Schalken op enig moment, na enige aarzeling en een beetje geholpen door mij, heeft erkend dat hij een deel van de beschikking bij zich had. Dus ik vind het prima dat meneer Hendricks daar zit. Het is niet kies dat een getuige daar zit, maar dat moet hij zelf weten. Maar het is volstrekt onzinnig wat hij daar zegt en ook bezijde de waarheid. Ja. Meneer Moscovici, nog even een andere kwestie. Want u heeft meneer, zoals u net ook nog eventjes in herinnering bracht, u heeft meneer Hendricks beticht van mijn eed. Blijft dat nou eigenlijk overeind als nou bijvoorbeeld het wrakingsverzoek niet wordt ingewilligd? Dat is juist. Het feit dat het wrakingsverzoek niet zou worden ingewilligd, want dat weten we nog niet. Dat wordt pas beslist maandag om 4 uur. Dan staat het meneer Wilders en overigens ook mij volstrekt vrij om alsnog aangifte te doen. En gaat u dat doen? Dat weet ik nog niet. Dat moet ik met meneer Wilders overleggen. Maar waar het me nu om gaat is dat meneer Hendricks nu voor een publiek van misschien 1 miljoen mensen weer aan het liegen is. En dat wilde ik even vastgesteld hebben. Meneer Moscovici, was het niet zo, want ik heb dat fragment nog in mijn geheugen, dat na veel aandringen ook uwerzijds, meneer Schalken heeft gezegd dat hij niet uitsloot dat hij een deel van de beschikking had willen gebruiken om daarover met meneer Schalken van gedachten te wisselen. Zo was het toch? Dat is niet hetzelfde toch als dat hij de beschikking, in zijn binnenzak had? Nee, op enig moment, en ik moet u zeggen dat duurde wel even, ik denk 20 minuten, erkent dat hij een deel van de beschikking bij zich had en heeft daar nog bij gezegd. En zo goed was het geheugen van meneer Schalken, dat dat een deel van de beschikking betrof dat in het voordeel van Wilders was. Dus het staat absoluut vast dat meneer Schalken, naar eigen zeggen ook, een deel van de beschikking bij zich had. En het is mooi dat meneer Hendrik zijn vriend Tom Schalken, want zo noemde hij hem vandaag, en ze tutoyeren elkaar, ook wil verdedigen, maar je kunt het ook te mooi maken. Nog één ding, meneer Moscovici. Nu, heeft u de televisie nog aanstaan? Ja. Het gaat om het de hele proces van vandaag draaide ook om de vraag of Schalken de bedoeling had om Hans Jansen te beïnvloeden. Hè? Een poging had gedaan. En nu hebben wij een fragmentje teruggevonden, en dat kunt u nu zien als u naar de televisie kijkt, waarin die vraag aan Jansen wordt gesteld. En wil de vraag of u even wil kijken en daar commentaar op beleveren. Hier komt het fragment. Ik heb meneer Witteman het geluid niet aanstaan. Doet u het geluid maar even aan, meneer Moscovici. Doe ik nu aan. Ja. Juist. Kan ik ondertussen dan even reageren? Ja, dan komt zo, want anders wordt het ingewikkeld. Laten we eerst even naar het fragment. Heeft u het geluid aanstaan, meneer Moscovici? Heeft u het gevoel, meneer Schalken, u heeft geprobeerd te beïnvloeden op die avond? Nee. Wat is er precies gebeurd? Nou, hij heeft geprobeerd zijn straatje schoon te vegen. Dat hij dit, ja, hoe moet je dat noemen, dat bevel tot vervolging heeft uitgebracht. Heeft u het gezien, meneer Moscovici? Ik ben het nu aan het bekijken. Ik heb het nu gezien en gehoord. Ja, dus de vraag was, heeft meneer Schalken geprobeerd meneer Jansen te beïnvloeden? En het antwoord van meneer Jansen zelf was nee. Ja, dat klopt. En het is maar waar draait het dan allemaal nog om? Ja, dat is duidelijk. Kijk, dat is wat meneer Jansen heeft gezegd voor de camera. En hij is eergisteren onder ede verhoord en heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Ja, maar dan zou zo iemand dan van mijnheid beschuldigen als hij de eerste keer dit zegt en de andere keer iets anders. En ook overigens bij de Rijksrecherche heeft meneer Jansen erkend en in duidelijke bewoordingen dat hij was geprobeerd te beïnvloeden. Dat betekent dus dat hij voor de NOS-camera gelogen heeft? Dat weet ik niet, maar er is één groot verschil, meneer Witteman, want u krijgt dan nog even les voor mij op de vrijdagavond. Als dat zou kunnen. Dat meneer Hendricks onder ede stond vandaag en meneer Schalken voor de NOS-camera niet onder ede stond. En dat is het elementaire verschil tussen het plegen van mijn eden. Zeker, maar dan lig je er maar wat voor je uit. Dan heb ik meteen een antwoord hierop, want om zijn mijn eed bewijs te ondersteunen, haalt hij mij aan uit de pers. Ik stond in de pers niet onder ede en hier vandaag wel. Dus in het geval als Jansen
ze wat zegt voor de Kamer waar iedereen kan zien, dan is er, doet dat niet mee, want er staat niet onder ede. Maar als hij in mijn geval meent een vermeende tegenstelling te zien van wat ik in de pers gezegd heb, dan is dat bewijs van mij niet. Meneer Moskowitz, ik ben een groot bewonderaar van u, maar ik heb u wel eens sterker zien optreden. Meneer Hendricks, u zit er niet alleen. U zit er niet alleen met uw... U zit er niet alleen met uw politieke stellingname altijd naast, omdat u heeft gezegd ooit dat Hamas de middelen mag gebruiken die ze gebruiken. Maar u zit ook juridisch nu naast, en dat kan ik u niet kwalijk nemen, om de simpele reden dat u onder ede stond vandaag. En meneer Jansen niet onder ede stond toen hij voor de NOS-camera een antwoord heeft gegeven. Okay, meneer Moskowitz, waarom haalt u de politieke opvatting erbij van meneer Hendricks? Nou, dat was een vraag die ik vergeten heb te stellen nog vandaag. Oké, goed. We laten het hierbij. Er zal nog veel